Goedemiddag, dames en heren. De 10e aflevering van Operatie Interview. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur hier van de Bali. Ik kondig het even kort aan, de 10e aflevering. Waarom doen wij dit Operatie Interview programma? Omdat wij een van de belangrijkste dingen vinden dat er van meerdere kanten naar dezelfde onderwerpen gekeken wordt. Of dat dezelfde onderwerpen op meerdere manieren belicht worden. En daar is dit weer een goed voorbeeld van. Er zijn ook andere redenen. We hadden hier laatst een avond over Bibeb, de legendarische interviewster, die alom geprezen wordt als de grootste interviewster van het land. Nou had zij een groot voordeel, want er werden in die tijd nog niet zoveel mensen geïnterviewd. Ja, ze was erg goed. Ja, ze vroeg door. Ja, ze wilde echt dingen van mensen weten. Ja, ze was echt geïnteresseerd. Ja, ze nam maar 10 uur de tijd voor. Maar de mensen waren nog niet zo vaak geïnterviewd. Ze waren niet platgetreden. En iedereen die wel eens interviews gedaan heeft, weet dat hij dingen herkent. Dezelfde zinswendingen uit interviews die hij daarvoor al gelezen heeft. En iedereen die wel eens geïnterviewd wordt, merkt dat zijn hersenen hetzelfde paadje aflopen wat hij al eerder gedaan heeft. Lodewijk Asscher, de gast van vanavond, kent dat ongetwijfeld. En ook daarom hebben we ervoor gekozen om 3 mensen te vragen die onbekend zijn, die aan de interviewer niet bekend zijn, om de gast te interviewen. En daar wil ik ook nog iets over zeggen. Het is toch wel heel bijzonder, vind ik, dat we in een politieke cultuur leven waarin een van de invloedrijkste politici van het land, een man die het land bestuurd heeft, een man die het vorige kabinet gedragen heeft, bereid is om te komen naar een achterafzaaltje zonder dat hij weet wie hem gaan interviewen. En dat kunnen critici zijn, dat kunnen familieleden zijn. En dat is bijzonder, denk ik. Wat een prachtige, open en mooie politieke cultuur hebben we. En wat aanbevelenswaarder is dat Lodewijk Asscher daar ook aan mee blijft doen. Hartelijk welkom, Lodewijk Asscher. Hartelijk welkom, Martijn de Greven. 10e aflevering al. We hadden legendarische afleveringen met de burgemeester Van der Laan, met Sylvana Simons, met vele anderen. Ja, daar staat een lijstje daarvan. En ik geef graag het woord aan Martijn de Greven, de host van deze middag. Martijn. Dankjewel. Juri Albrecht, dankjewel. Goedemiddag. Hartelijk welkom ook, maar het is reuze spannend. Ik ga u toch even vertellen, zit hier in de aanpalende zaal zitten 3 interviewers klaar die zich hebben voorbereid op dit interview. Zij kunnen zich wel voorbereiden, deze meneer niet. En het spannende is dat het niet alleen voor hem spannend is, hier onze gast, maar ook voor hun. Want zij gaan direct op die bank aan u vertellen wat ze van plan zijn. Wat hun strategie is, wat hun doelstelling is. Dus u gaat direct meekijken naar een interview waar u veel meer weet dan onze gast. Die gaat direct hier zitten met een koptelefoon op. Hij kan door dit paneel en door de koptelefoon niet zien en horen wat er gebeurt. Wij gaan het daarvoor spreken en u bent daarna 3 keer 12 minuten getuige van een interview waar u van tevoren weet wat de doelstelling is, wat ze eruit willen halen, naar welk antwoord ze op zoek zijn en vooral ook welke strategie ze gaan gebruiken. Daarom heet het Operatie Interview. Het is de 10e aflevering. Dames en heren, ik ga u rustig, blijf nog even zitten, voorstellen aan onze gast van vandaag. Daar komt hij aan. Geboren op 27 september 1974. We maken een sprong in de tijd. 2002 werd hij lid voor de Partij van de Arbeid, namelijk voor de gemeenteraad. Dit is geen pruik, dit is een echte volle haardos van een paar jaar geleden. In 2006 deed hij als eerste keer mee als lijsttrekker voor diezelfde Partij van de Arbeid. Het werd een klinkende overwinning en hij was wethouder. Daarna werd hij waarnemend burgemeester Job Cohen naar Den Haag vertrok. En ietsje verder werd hij vicepremier in het kabinet Rutte II. Als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dames en heren, tegenwoordig is hij partijleider, fractievoorzitter van een 9-koppige fractie in de Tweede Kamer. En volgens sommigen toch al met diezelfde 9-koppige fractie de absolute oppositieleider. Eer en genoegen, Lodewijk Asscher. Die kant. Hij heeft een zin erom. Ja. Houdt hij van schaken? Heel erg. Ja, hè? Ja. Ziet u een interview ook als een schaakpartij? Meestal niet. Soms wel, hè? Soms wel. Ja. En dat zit hem dan in het moment dat u eigenlijk al probeert te bedenken welke 2 zetten de ander. Juist, hè? Klopt. Ja. Het is overigens killing voor de journalist als u dat ook lukt. Dat kan me voorstellen. Ja. Ik denk dat het ook heel erg is daar nu. Ja. U kunt ook omdraaien als u probeert te schaken, maar het lukt niet. Zeker. Dat is gebeurd? Ja, met grote regelmaat. Ja? Ja. Wat zijn momenten in interviews dat u lastig vindt? Ik was gisteren bij een fantastisch toneelstuk, Gidsland. Ja. Heeft iemand al gezien? Niemand? Ja, moet daar. U doen? Geschreven door Nathan Vecht. Daar zit een fantastische scène in waarbij een minister moet uitleggen een of ander shitcompromis over vluchtelingen. En die zit dan bij een tolk, een beetje kruising tussen Jinek en Pauw. En hij krijgt een vraag en hij begint een beetje moeizaam te formuleren. Ik ben ook een diesel, dus het duurt vaak even voordat het echte antwoord komt. En die interviewer die denkt, nou, zo is wel genoeg. Wat vind jij dan eigenlijk van Erwin, vraagt ze, aan een soort Gordon-figuur. Vrij hilarische scène, maar ook heel herkenbaar.
Dus dat je, wat ik aan mezelf slecht vind, dan zit ik eigenlijk nog te zoeken naar het antwoord. Maar dat is het moment eigenlijk alweer geweest. Ja. En als je gaat zoeken naar een antwoord, dan heeft u ook het vermogen om te praten, maar niks te zeggen even. En dat is vaak bedenktijd voor een goed antwoord. Zeker. Ja, dat herkent u. Zeker. Ja. In dat kader, wie hoopt u absoluut niet dat er door de deur komt? Ik heb daar niet een angstkijk naar in gedacht. Nee. Weet u het zeker? Ja. Ja. Toen ik u vanochtend een bericht stuurde met de vraag of u uw vrouw nog meenam op de eerste rij, toen gaf u aan dat u dan bevreesd was dat u ook zou gaan interviewen vandaag. Nee, ik zei die zie ik zo. Ja. Ja. Die is het niet. Nee, dat zei ze ook. Ja, dat zei ze ook. Is er iemand waarvan u zegt, nou ja, dat is een interviewer, dat vind ik, daar sturen we elkaar tot grote hoogte. Dat vind ik juist extra leuk als hij om de hoek komt. Ik heb meestal leuke gesprekken met Sven Kokkelman. Oh. Die natuurlijk vaak heel snel is en heel feitelijk. Dat leidt tot leuke gesprekken. Niet de man die echt u laat uitpraten. En ook u geen tijd geeft om te praten en niks te zeggen. Klopt. Ja, okay. Daar kijkt u wel naar uit. Ja, dat zijn meestal hele leuke gesprekken. Maar toch nog één keer die andere vraag. Is er iemand van u zegt, nou ja, maak er het beste van, maar liever niet? Nee. Nee? En anders had u toch niet gezegd nu, hè? Jawel, nee, ja, ik zit er echt over te denken. Nee. Nee. Het ligt meer aan mij dan aan de interviewer als het niet goed gaat. Ik denk dat vriend en vijand het wel over eens zijn dat u heeft dat ook in interviews wel eens aangegeven, dat er letterlijk ook een druk van uw schouders afviel toen u eindelijk het demissionaire kabinet kon verlaten. Dus u maakt ook een wat vitalere indruk. Dank u. De woorden die u gebruikt zijn ook weer wat herkenbaarder. Ja. Ja. Heeft dat ook zijn beslag zo direct op die interviews? Nou, dat is wel de bedoeling. Ja. Er zijn allerlei mensen. U hebt betaald voor het kaartje. Sommige van u. Ja. Het moet wel een beetje een leuke middag zijn. Vindt u het makkelijk naar uzelf te kijken als u interviews terugziet? Nee, afschuwelijk. Ja? Ja. Wat is het meest pijnlijke? Het is als je jezelf terugziet, dat is net als je jezelf terughoort. Je stem klinkt anders, je ziet er anders uit dan je zelf dacht. Toch een stuk minder vitaal dan je zelf dacht op dat moment. Ja. Ja. Dus dat is, dat vind ik vreselijk. Ja. Heeft u ook wel eens dat u terug... Dood enkele keer als je iets van heel lang geleden ziet. Ja, met haar en zo, ja. Ja, precies. Weet je, eigenlijk best goed. Ja. Maar dan gaat meestal 10 jaar overheen voordat die wijn te drinken is. Ja. Ja. Ik ga u eigenlijk helemaal niet veel langer in spanning houden. Wij gaan u hiernaast zetten. Loop mee. Ja. Eigenlijk naar de operatiekamer. Ik begrijp het. Is ook iets minder warm en gezellig ingericht. Ja. Ik wil u vragen op de linkerstoel plaats te nemen. Helemaal goed. Dan ga ik u op de koptelefoon wel laten horen. We hadden één nummertje waarvan we dachten, nou, dat is een lekkere meezinger. Daar zult u ongetwijfeld wat... Laten we even horen. Als u zegt, ik vind niks, doe iets anders, hoor. De muziek is eindelijk los met die van Rijn. Ja. En Jetta doet de ouderen dagelijks pijn. Ja, dat is heel goed. Ja? De verloren met de kiezer elke keer. Ik weet niet hoe lang je me daarna wil laten luisteren. Het is allemaal de schuld van iedereen. En op. Ja, het is allemaal de schuld van Diering. Ja, u herkent het, hè? Zeker. Hij kan uit. Wat is het? Waar luisteren we naar? Ik was daar live bij. Dat was bij het kerstdiner van de Partij van de Arbeid. Dat is een beroemd en berucht fenomeen. Waarbij zeker de politiek leider zichzelf op de hak neemt. En Diederik zong dit lied. Maar Wouter Bos heeft het ook een keer gezongen. Naar een lied van Jeroen van Merwijk. Toen was het allemaal de schuld van Wouter Bos. Ja. Dit is ook iets wat hoort bij de taakomschrijving als je partijleider bent. Dat is altijd jouw schuld. Iets specifieker bij de Partij van de Arbeid. Bij de Partij van de Arbeid, ja. Ik heb weinig ervaring met andere partijen. Ja, ja, ja. Maar dit is buitengewoon geestig. Ja. We vonden wij ook, daarom willen we het laten horen. Maar we gaan u niet nu 10 minuten met dat op uw oren laten zitten. We hebben iets gevonden wat u altijd meezingt. En dat klinkt zo... Ja, we zijn er al, hè? Ja. De smokkelaar. Ja. Het is een bekend verhaal dat hij graag zonder alcohol zelfs Nederlandse slagers zingt. Zeker. En dit is de smokkelaar. Ik wil u vragen een beetje rustig te houden met het meezingen. Ja. Dan kunnen we ons verstaan van hiernaast nog. Zet hem op. Ja. Zet hem daar even flink hard, dat we zeker weten juist. Succes. Goed, dames en heren. Dan is nu het moment daar. Dan wordt er in die kamer hiernaast, waar ze dus meegekeken hebben, als het goed is, zijn ze nu in deze 5 seconden achter die deur gaan staan. Dat is goed gaan. De eerste is toch wel heel erg leuk, zeker net het voorgesprek, dames en heren. Zijn manier van interviewen is eigenlijk een genre op zichzelf. Vlijmscherp, kort op de bal, schuwt geen enkel ongemakkelijk onderwerp. Hij is al benoemd Sven Kokkelman. Dames en heren, de volgende vind ik heel leuk dat ze er is. Ze zat ooit in dit programma, maar toen was ze daar
onze gast. Ze is bekend natuurlijk als presentatrice van allerlei programma's, vooral in de muziekwereld nog. Maar ja, u voelt hem al aankomen. Ze gaat de volledige aanval op zijn partij in zijn stad openen. En dat doet ze met Partij Bijeen, de lijsttrekker zelf, Sylvana Simons. En de derde, dit is zo'n lekker moment voor ons, we hebben al weken naartoe gewerkt. De derde, dames en heren, is een van de allergrootste artiesten die ons land rijk is. Een rode draad in zijn carrière is dat hij ontzettend maatschappelijk geëngageerd is en zeker de politiek niet schuwt. Toen wij hem belden, was ik nauwelijks 15 seconden onderweg toen hij al zei: ik doe het en ik weet het ook waar het over gaat. Dames en heren, Freek de Jonge. Nou, ik hoorde hier wel O's en A's al door de zaal. Hè? Wauw. Ja, ik geef u deze ook. Zo. Dankjewel. Zo. Ik ga jullie even af aan de hand van zoals jullie ook opgaan zo direct. We beginnen dus met Sven, Sylvana, dan Freek. Sven, ja, je werd genoemd. Ja, ik hoorde het. Ja. Was u verrast? Ja. Ja. Jij hebt hem meerdere malen geïnterviewd. En dat was vooral als hij als vicepremier vrijdag na de persconferentie in het gesprek met... Dat ook, maar ook wel in zijn hoedanigheid als minister. En later ook nog in zijn hoedanigheid als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ja. Het leuke is dat hij natuurlijk aan jou refereert. En jij zei van tevoren tegen mij: ik wil het, ik doe het. Maar hij is een van de moeilijkste interviewen mensen. Ja, waarom? Vind ik, ja. Waarom? Nou, hij zei het net zelf al. Dat geschaak en dat dieseltje... Dat is soms wel een heel oud en langzaam dieseltje. Ja. En als je iemand live interviewt, dan zie je een klok wegtikken. En dan denk je: wanneer komt nou het antwoord? En ik heb toch wel de naam dat ik mensen niet laat uitpraten. Ja. Dat heeft mede met die tijd te maken. Maar ook omdat je toch van een politicus graag gewoon snel antwoord wil horen. En hij is soms wel bedachtzaam. En ook bij zijn persconferentie, als hij Rutte moest vervangen, was hij er buitengewoon behendig in om hele lange zinnen uit te spreken, maar die geen enkele relevantie hadden met de vraag die was gesteld. Het spannende aan jou is ook, is dat als ik jouw interviews bekijk, dat doe ik altijd met veel plezier, is dat je bouwt ook een soort ritme op. Dat heel kort op de bal, snel een echt antwoord en anders hup, naar de volgende. Maar hij is ook iemand die jouw ritme wil doorbreken. Hij wil niet mee in jouw ritme. Hoe ga je dat aanpakken? Nou ja, ik heb hem voor het wekelijks gesprek met de minister-president natuurlijk ook vaak op deze tijdspanne geïnterviewd. Dus een minuut of 10. Ja, dat betekent druk op de ketel houden. En ik heb daar wel een plannetje bij. Namelijk, als je vraagt van een politicus om eerlijk antwoord te geven, dan zegt hij altijd: ja, dat doe ik ook. Maar hij is de man die van Samsung won met min of meer de mededeling: ik ben een beter mens en ik ga voor het eerlijke verhaal. Hij heeft die term van Samsung natuurlijk overgenomen. Als je voor het eerlijke verhaal gaat, moet je ook eerlijk antwoord geven. Er gebeuren bij die partij, zeker rond de feestdagen, nog een paar dingen die niet zo heel erg prettig zijn voor een partijleider. Want nu zijn we bij het onderwerp aanbeland waar jij het over hebt. Welke vraag wil jij beantwoord hebben? Nou, het zijn er een paar, maar eigenlijk is de hoofdvraag of het niet heel vervelend is om politiek leider te zijn van een partij waar je de baas niet van bent. Want die, ja, er zit natuurlijk in uw vraagstelling iets van een conclusie al. Nou ja, als je de kranten hebt gelezen, dan weet je in elk geval dat het niet helemaal goed is gegaan. Rondom de affaire Moorlach was een partijvoorzitter en die vond zichzelf opeens ook heel belangrijk. En die bond in feite de strijd aan met het oordeel van de politiek leider. Dus, en het is natuurlijk historisch gezien ook, hoort het wel bij deze partij, dat zodra het weer wat beter gaat, er altijd wel weer iemand opstaat die zorgt dat het weer wat minder goed gaat. Dus jij wil weten eigenlijk waarom die eigenlijk zo betrokken was bij die affaire Moorlach zoals hij gedaan heeft. Nou, en ik wil gewoon eerlijk van hem weten hoe hij daar tegenaan kijkt. Want er is natuurlijk, er zijn wel wat verklaringen gekomen, maar dat waren betrekkelijk korte en oppervlakkige verklaringen. En daarna hoopten ze vooral dat het de wereld uit zou zijn. Het leuke is, jij gaf van tevoren aan: laat mij nou even voor Sylvana, want dan kan ik aan het einde misschien zodanig iets zeggen waardoor... Ja, zeg dat even, dan kunnen we kijken wat het uitpakt. Nou, okay, hij werpt zich natuurlijk ook altijd op als degene die pal staat voor emancipatie. Voor het feit dat iedereen moet mee kunnen doen in deze samenleving. Voor het feit dat hij tegen racisme is, tegen Zwarte Piet is. Dat hij vindt dat het slavernijverleden benoemd moet worden. Dat we een inclusieve samenleving moeten hebben. Nou, ik weet niet of u het partijprogramma van Bijeen hebt gelezen. Van Sylvana Simons. Ik wel, namelijk van kaf tot kaf toen ik haar laatst moest interviewen. Dat zijn eigenlijk allemaal punten van Bijeen. Dus dat leidt tot de conclusie dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen waarschijnlijk op Sylvana Simons gaat stemmen. En als hij daar een antwoord op gegeven heeft, dan rond
Jij af en Savannah, dan lijkt het ons logisch natuurlijk dat jij direct aan de hoek komt. Ja, en ik wist natuurlijk helemaal niet dat Sven dit van plan was. Maar ik was ook van plan eigenlijk om die vraag aan Lodewijk te stellen. Waarom zit ik niet bij de Partij van de Arbeid? Ja. En dat klinkt ook een beetje als een gesprek met jezelf. Nee. Nee, want ik weet heel goed het antwoord daarop. Oh, okay. En ik denk dat Lodewijk die antwoorden zelf ook weet. Want inderdaad, aan de oppervlakte zou je denken, we zouden elkaar moeten vinden. En ik denk dat we elkaar op veel punten ook wel raken. Maar precies al die punten die Sven net noemt, zijn natuurlijk ook de punten waar de partij zoveel heeft laten liggen, dat ik me daar niet bij aan kan sluiten. Nee. En het spannende is, dat was ook voor onze hoofdreden om meteen jou te bellen, is natuurlijk, in zijn stad, hij is hier geboren, 8 jaar wethouder geweest, Waarnemer burgemeester. Open jij in feite zeker, maar even vanuit zijn perspectief, open jij de aanval frontaal natuurlijk op zijn electoraat. En als we naar de peilingen kijken, dan zien we bijvoorbeeld dat Zuidoost helemaal in de kleuren van B1 verschijnt op het kaartje. Ja. Nou ja, dat is ook het fijne. Wij hoeven natuurlijk, wij openen die aanval, maar het is ons ook wel heel erg makkelijk gemaakt door het beleid dat deze partij de afgelopen tientallen jaren heeft gevoerd. De steken die zijn laten vallen. En de grove fouten die zijn gemaakt, met name als het gaat over mensenrechten. En een van de grote verwijten die wij als nieuwe partij krijgen is dat wij vuige identiteitspolitiek zouden bedrijven. Dus ik wil het heel graag over die identiteit hebben. Wat is dan de identiteit van de arbeider die zich zou moeten laten vertegenwoordigen door de Partij van de Arbeid? Nou, Sven, natuurlijk een vrij afgebakende, heldere hoofdvraag. Heb jij die ook? Dat je zegt, die vraag, ik begrijp dat je allerlei natuurlijk voorbeelden en andere punten gaat maken, maar heb je één hoofdvraag, die wil ik in 12 minuten beantwoord hebben? Ja, voor welke arbeider is de Partij van de Arbeid er nou eigenlijk nog? Oké, okay. Mooi. Tot slot nog even, niet onbelangrijk even, hoe is jullie relatie eigenlijk onderling? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. We tutoyeren elkaar, dat weet ik wel. Maar daar ligt ook mijn eerste vraag in besloten. Waarom zit ik niet bij de Partij van de Arbeid? Ik denk dat Lodewijk dat zelf ook heel graag wil weten. Want je bent gevraagd? Nee, maar zoals dat gaat in de politiek, je hoort wel eens wat. En ik denk ook dat we daarmee het gesprek over echt over politiek kunnen voeren, namelijk over het gebrek op links, het gat op links. Ik heb hier tijdens mijn operatie gezegd dat ik de Partij van de Arbeid mede verantwoordelijk hou voor het normaliseren van racisme in dit land, bijvoorbeeld. Daar waren ze niet heel erg blij mee, Lodewijk denk ik nog het minste. Dus ik denk dat je zou kunnen zeggen dat we elkaar, nou ja, we haten elkaar niet, absoluut niet. Maar zijn we vrienden? Misschien komen we daar vandaag achter. Mooi, spannend. Freek de Jonge, ik zei het even in de aankondiging even. Ontzettend leuk dat je meedoet. We kennen jou natuurlijk als cabaretier, liedjeschrijver, van alles en nog wat. Maar jouw interviewstijl is minder bekend bij het grote publiek. Hoe zou je die stijl zelf typeren? Ik heb zomergasten gedaan, dat weet je misschien niet. Ja. Ik heb Ruud Gullit ooit geïnterviewd in Joegoslavië. Dat was mede de aanleiding dat wij in 1990 geen wereldkampioen werden. Volgens Nol de Ruiter dan. Ja. En zo heb ik nog wel een paar mensen geïnterviewd. Mijn vrouw heb ik gistermiddag nog geïnterviewd. in het De La Mar Theater. Ja. Dus ja, ik heb enorm veel ervaring op dat gebied. Nee, net. Ja. We zijn gerustgesteld. Even aan u terug dezelfde vraag. Welke belanghebbende vraag wilt u beantwoord krijgen in 12 minuten? Nou ja, ik ben blij dat ik toch wel weer een iets andere insteek. Ik heb niet een heel specifiek idee, want ik ga ook heel erg goed luisteren en anticiperen. Maar ik ben natuurlijk heel erg benieuwd waarom wij in Nederland opgezadeld zijn met het Forum voor Democratie en PVV als de Partij van de Arbeid bestaat. Moeten zij de hand in eigen boezem steken? Hoe winnen ze de kiezer terug? En mijn eerste vraag zal dan ook zijn, wat willen volgens u de meeste mensen graag? Maar als ik u zo beluister, zegt u eigenlijk, je strategie is eigenlijk, ik doe zo niet aan schaken dat ik daardoor de schaker in verwarring breng. Nou ja, ik probeer te improviseren. Ik heb geen idee. Ik ben heel erg afhankelijk van zijn antwoorden. Ik heb net ook opgeschreven, als ik het helemaal niet meer weet, vraag ik, wat is uw favoriete zelfcitaat? Leuk. Dan, ja, ik hoop dat je daar aan toe komt. Even maar, we kunnen jou best zeggen, iemand die buitengewoon kritisch is.
Dus het is een soort haat-liefde verhouding met zijn partij. Mag ik dat zo? Nou ja, ik heb altijd heel veel sympathie gehad voor de Partij van de Arbeid als grote... grote partij op links. Mijn vader is een leerling van professor Van der Leeuw, Gerardus van der Leeuw. Dat was een van de mensen na de oorlog van de doorbraak. Dus die heeft dat idee ook op mijn vader overgebracht. Het was de eerste minister van cultuur na de oorlog. Mijn vader is in de jaren 60, zo halverwege of iets eerder, weer teruggekeerd in de CHU schoot. Ik heb het wat langer volgehouden. Maar op een zeker moment... Ik werd eigenlijk heel erg boos. En dat zal ook ongetwijfeld aan de orde komen. Op het moment dat Kok die zogenaamde ideologische veren losliet. En het, wat mij enorm aantrok, ook in de sociaaldemocratie, was het stichten van de volksverheffing. En ik denk dat volksverheffing meer dan ooit noodzakelijk is. En als ik kijk naar de dramatische ontwikkelingen, en daar is de Partij van de Arbeid voor een heel groot deel verantwoordelijk, hoe de cultuur en de facilitering van de cultuur wordt afgebroken, hoe de publieke omroep dagelijks in zijn hemd gezet wordt, met God mag weten met wat voor oogmerk. Hebben een beeld. Oké. We hebben een beeld. Dus ik wil natuurlijk... Allemaal weten. Weten. En waarbij natuurlijk raadsbenieuwd zijn of u dat dan allemaal ook gaat luisteren. En ik heb 12 minuten, hè? Ja. Of ik ga luisteren. Ja. Ik heb geen enkele moeite om te luisteren, maar er moet wel wat gezegd worden natuurlijk. Dat bedoel ik. Dames en heren, hoog tijd om ons klaar te maken voor de operatiekamer. Sven Kokkeman is inderdaad als eerste. Ik ga deze kant op. Nog even. Je moet even weer goed achter de oor. Ja, dat zit hij totaal niet trouwens nu. Nee. Het is een mooi nummer, maar op een gegeven moment hoor je wel wat je... Ja, er komt iemand aan. Nee. Ik hoop dat zo. Weet je wat we doen? Microfoon even, juist. We beginnen gewoon even deze met 12 minuten. En dit doen we dan zo. Dus tegen techniek even. Ja, microfoon, zon, juist. Meneer Ascher, bent u er klaar voor? Ja, zeker. Wij wel namelijk, en deze drie ook. Prima. De eerste. Meneer Ascher, goedemiddag. Goedemiddag. Staat u nog steeds voor het eerlijke verhaal? Zeker. Dus u geeft ook op alle vragen eerlijk antwoord? Dat kan ik niet beloven. Dan staat u dus niet voor het eerlijke verhaal? Nee, ik ga niet op alle vragen antwoord geven. Maar waarom niet eigenlijk? Er zijn altijd vragen die je niet beantwoordt. Welke? Nou, probeert u het eens uit. Hoe vervelend vond u het eigenlijk dat u er tijdens de feestdagen achterkwam dat u niet de baas was van de Partij van de Arbeid? Het was verschrikkelijk. Wat dacht u? Ik was, dat heeft in de krant gestaan, letterlijk aan de andere kant van de wereld. In Tasmanië? Verder kom je niet. Nee. En ik had ook wel een beetje de indruk gewekt bij mijn gezin dat na een best wel zwaar jaar, ja, ik daar echt alleen maar bij hun zou zijn. Ja. En dan stond ik weer in een tuin te bellen. En dan voelde ik die ogen van mijn gezin in mijn rug. Dus de liefde van uw vrouw voor de partijvoorzitter is enorm toegenomen. Nou, de liefde van mijn vrouw voor de partij is op zich heel groot. Voor de partijvoorzitter? Ja, ik denk dat zij iedereen die namens die partij een vakantie verstiert niet heel erg lief heeft. Nee, dus ook de partijvoorzitter niet. In dit geval was ze ook niet blij met degene die ik aan de telefoon had. Nee, u wel? Nee, het was verschrikkelijk. U baalde er ook van? Ja, natuurlijk. Baalde u ook van haar? Ik baalde van het geheel. Ik ga niet iemand de schuld geven. Nee, maar daar komen we nog op. Mijn vraag was, baalde u van haar? Nou, weet je, ik baalde heel erg van de situatie waar ik me in bevond. Het heeft niet zo heel veel zin. Er waren verschillende hoofdrolspelers bij betrokken. Ja. De partijvoorzitter, de heer Moorlach... Ikzelf, ja. Jonge socialisten. Maar u had de zaak afgekaart voordat u het blokje omging naar Tasmanië, zal ik maar zeggen. Ja, dat hoopte ik. Ja. Ja. Maar toen kwam deze mevrouw om de hoek zeilen en die maakte de zaak weer actueel. Dus het is niet zo dat allerlei actoren in deze kwestie een gelijke rol speelden. Met andere woorden, baalde u van haar optreden? Nou, het is misschien net weer een beetje anders. Er ontstond een oproep voor een ledenraad. Dat is een speciaal PvdA-fenomeen
voor liefhebbers van SM, met name het ontvangen van pijn. En als je voldoende handtekeningen verzamelt, wordt dat georganiseerd. En ik dacht inderdaad, laatste Kamerdag, deze zaak, hoe moeilijk ook, en dat begreep ik ook wel, is gesloten. Ik vlieg weg. Ja. En toen ik uit het vliegtuig stapte, 30 uur later, toen liep er een teller voor zo'n ledenraad. Ja. Maar toen kwamen we toch weer terug op haar rol. Ja, dat heeft zij niet gedaan. Nee, maar ze heeft aan een rol gespeeld. Tuurlijk. Wat vond u van die rol? Ik vond het lastig. Wat vond u lastig? Ik vond het lastig. Ik had het vonnis gelezen met Moorla gepraat. Ik was van mening dat hij kon blijven. Ja. Maar er waren heel veel mensen in de partij die het daar niet mee eens waren. Ja, u zei trouwens, hij mag blijven omdat hij zichzelf niet heeft verrijkt. Is dat trouwens niet een beetje een raar argument? Als hij namelijk een cocaïnelijn met Bogota had opgezet en de revenue had gestort in de partijkast, dan was hij er ook niet zelf rijker van geworden. Had hij dan ook kunnen blijven? Ja, die casus hebben we nog niet gehad. Nee, dus, Nee, het begint ermee dat iemand niet fraude heeft gepleegd. Er zijn hele simpele voorbeelden en dan moet iemand meteen weg. Ja. En er zijn moeilijke voorbeelden. Dit is een moeilijk voorbeeld. Zeg maar, u had besloten, hij mag blijven. U bent toch de baas van de fractie, of niet? Nou, dat gaat democratisch, maar... Nou ja, u bent de fractievoorzitter en over het algemeen bepaalt u de gang van zaken met de fractie in de Tweede Kamer. Exact. Niet de partijvoorzitter. Ja. En dat deed zij nu wel. Nee. Ja. Hij zit er. Nee, want zij zei in... Ja, hij zit er. Maar in de aanloop naar dat blijven zitten, zei zij, hij moet weg. Nee, zei ze. Ja, maar. Dat zei ze. Nee, dat zei ze niet. Dat zei ze wel. Oké. Okay. Nou, haal maar naar binnen dan. Wat zei ze dan in uw ogen? Ze had er grote moeite mee. Ze kreeg heel veel mail uit de partij van mensen die zeiden, kan die man niet weg? Het is toch een schande. En ik begreep dat. Ja. Want als je alleen maar hoort schijnconstructie en... Alleen als je in de zaak verdiept, weet dat het sinds 2011 speelde. Ja. En ook met hem praat. En hij heeft naar eer en geweten gehandeld, naar mijn mening. Ja. Dan kom je tot een ander oordeel. En dat is soms lastig. Ja. Want dan moet je meer uitleggen. Dan heb je niet meteen iedereen mee. Maar zo is het leven soms. Ja, maar u kunt ook gewoon zeggen, ik zat in Tasmanië eindelijk toen aan vakantie. Ik baalde verschrikkelijk van de hele gang van zaken. En ook van de opstelling van de partijvoorzitter en van het partijbestuur. Want die fractie is mijn pakkie aan. En ik ben hier de politiek leider. En ik had al gesproken. Dat zou ik ook kunnen zeggen, ja. Waarom doet u dat dan niet? Omdat het eerste deel, dat is wat ik heb gezegd. Ik zat in Tasmanië. Ja, nee, zover waren we. Ik baalde als een stekker. Ja. Dat klopt ook. Ja. Dat was shit. En behoort het tweede deel van het antwoord dan tot de vragen die u niet beantwoordt? Ja. Met andere woorden, waarom eigenlijk? Omdat ik... ik zit al een poos in de politiek en het is altijd heel makkelijk om voor alles wat niet goed gaat naar anderen te wijzen. Ja. Maar mijn rol is nou juist te zorgen dat we weer verder komen. En als iets shit is en we hebben 3 weken de politieke pers ermee gevuld. Ja. Dan moet je het op een gegeven moment ook afsluiten. Dan heeft het geen zin om te zeggen ik baalde van jou en van jou en van jou. Nee, maar mijn vraag was op dat moment. Hebt u tegen haar gezegd ik baal van jou en van je opstelling? Nou, wat ik al helemaal niet doe is aan u vertellen wat ik tegen andere mensen vertrouwelijk vertel. Maar dat doet u normaal gesproken wel, dus dat kan op deze zondagmiddag toch ook wel, of niet? Maar als wij dat soort zaken met elkaar bespreken, dan vertelt u ook altijd alles. Ja? En dan doen we dat niet met publiek erbij. Goed. Er komt geen antwoord op de vraag, hè? Nee. Nee, maar het is wel duidelijk. Fijn voor u. Doordat er geen antwoord komt op de vraag namelijk. Want als u zou zeggen, zij heeft prima haar rol gevuld, dat is haar taak. Dat is ook de rol van het partijbestuur. Ik ben slechts maar politiek leider en in de Tweede Kamer. En zo gaan die dingen. En zeker bij de Partij van de Arbeid was ook een antwoord geweest. Maar dat gaf u ook niet. Er zijn allerlei antwoorden mogelijk. Ja. Goed. Dus het geven van geen antwoord is ook een antwoord, zal ik maar zeggen. Soms wel, soms niet. Het is een beetje het omgekeerde zoals Shell doet met de NAM eigenlijk. Hè? Dus Shell trekt zich nu terug van de NAM. Hoewel Shell dat ontkent overigens. Bij de Partij van de Arbeid is het altijd net omgekeerd. Namelijk dat het partijbestuur zich dan toch weer gaat bemoeien met de fractie. Zeker nu het net weer wat beter gaat. Dit zijn die metaforen die we straks in de nabeschouwing samen betreuren. Want... Nou, het was eigenlijk een opstapje, want Shell is nu in opspraak en uw partij wil een spoeddebat in de Tweede Kamer. Ja. Op hoge toon zelfs. Ja. Verdient Shell het predicaat koninklijk nog eigenlijk? Nou, als ze er een rotzooi van maken, dan moeten ze zich schamen. Nee, dat is de vraag niet. Ja. Het predicaat koninklijk, daar ga ik niet over. Maar ze moeten zich wel netjes... Maar ik vraag u of u vindt dat Shell dat predicaat dan nog verdient, als dit waar blijkt te zijn. Nou, als dit waar blijkt te zijn, dit is waar. Zij zet het op een afstand en ze moeten gewoon netjes betalen voor de schade aan die mensen die daar wonen. En verdienen ze dan, gezien de commotie in de samenleving, dat predicaat koninklijk nog, wat u betreft? Nou, als ze niet netjes hiermee omgaan, dan raken ze het vanzelf een keer kwijt.
Dus dan verdienen ze dat wat u betreft niet meer. Kijk, u gaat even schilderen. Bij de voorbeschouwing. Wat zouden we voor nieuws kunnen maken? Asscher vindt Shell moet predicaat koninklijke kwijtraken. Kan. Is het leuk? Mwah. Is het goed voor jou? I doubt it. Ik vind Shell moet, dat is veel belangrijker voor de mensen die in Groningen wonen, netjes betalen. Hey, ja, ja. U denkt nu dat u mijn strategie hebt doorgrond. En voor een deel is dat trouwens juist. Publiek bevestigt dat. Maar niet helemaal. Want gelukkig. Want het gaat namelijk ook om maatschappelijk draagvlak, om maatschappelijk verantwoord ondernemen en ook over het draagvlak dat zo'n groot bedrijf in de samenleving heeft. Te meer daar ook altijd wordt gezegd, nooit bewezen, maar wordt gezegd dat de koninklijke familie een belang heeft in dat bedrijf. Met andere woorden, de bindende factor in de samenleving, het Koningshuis is met dat bedrijf verbonden. Of zou met dat bedrijf verbonden zijn. En het heeft in elk geval het predicaat koninklijk. Dus het is niet zo'n rare vraag om te zeggen. Als je nou kijkt naar de hele gang van zaken. En als dit waar blijkt te zijn, wat Shell dus ontkent. Of ze dat predicaat dan nog verdienen. Ik denk dat het zelfs nog voor iets groter staat dan het Koningshuis. Nederlanders zijn trots op de grote bedrijven. Of het nou Shell is of KLM. Ja. Maar eenvoudige mensen worden de dupe soms in het geweld van die bedrijven als je in de weg zit. Ja. Ik heb gesproken met mensen in Groningen. Er wordt een bataljon advocaten op ze afgestuurd. Ja. Daar ben je kansloos tegen als bewoner met een scheur in je huis. Ja. Dit bedrijf is zeer geworteld in Nederland. Is een van de redenen dat Rutte die dividendbelasting wil afschaffen. Ja. Dan moeten ze nu ook laten zien dat hun liefde voor Nederland ook betekent dat je netjes betaalt als het een keer niet goed gaat. En verdienen ze anders dat predicaat koninklijk nog? Als zij het verpesten, raken ze vanzelf kwijt. Dan verdienen ze het dus wat u betreft niet meer. Als zij het verpesten, raken ze het vanzelf kwijt. Zou u dat eigenlijk ook niet wensen? Dat het partijbestuur eens een beetje meer afstand nam van die fractie? Over het algemeen nemen ze wel veel afstand van die fractie. Maar dit was precies op een open zenuw van de partij. Ja. Dus het was niet alleen het partijbestuur dat daar ongelukkig mee werd. Heel veel mensen gingen mailen. Ja. Maar heel veel mensen gingen mailen zonder dat ze het hele verhaal kenden. Het antwoord is dus ja. Of nee. Bent u nog steeds van oordeel dat dit een land is waar mensen elkaar niet zouden moeten discrimineren? Zeer. Waar racisme uitgebannen moet worden? Zeer. U bent tegen Zwarte Piet nog steeds? Ik vind dat het zou moeten veranderen, ja. Ja. Even de microfoon een beetje dichter bij de mond. Ik vind dat het zou moeten veranderen, ja. Ja. Dat er ook aandacht moet komen voor het slavernijverleden? Ja, absoluut. Ja. Dat we een inclusieve samenleving moeten hebben? Zeker. Toch allemaal waar, hè? Absoluut. Dan weet ik op wie u gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Marjolein Moorman. Op Sylvana Simons. Nee, want dat zijn precies de punten van B1. Ja. Allemaal punten die in uw straatje passen. Maar laten we u nog wat verklappen. Er is vaak punten waar mensen het over eens zijn. Ja. En dat is nog niet de reden om op een partij te stemmen die in mijn ogen niet gaat bieden wat ik bij Marjolein Moorman vind. Wat weerhoudt u dan van een stem op Sylvana Simons? Ik weet een betere kandidaat. Maar wat doet zij dan niet goed genoeg? Zij doet het vast fantastisch. Nee, maar niet goed genoeg om uw stem. Klopt. Of is het alleen maar het feit dat mevrouw Moorman lid is van de Partij van de Arbeid? Niet alleen lid. Zij heeft de afgelopen jaren, en dat is ontzettend knap, dat vind ik een enorme compliment. Voor het eerst zat de PvdA in de oppositie. Ja. Zij heeft dat op een opgewekte manier gedaan. Zij heeft er punten gemaakt. Ja. Ze is veel eerder dan anderen begonnen over de drukte die de stad dreigt te vernietigen. Ja. Ze werd weggehoond door het huidige stadsbestuur. Ja. En zij verdient niet alleen mijn stem, maar onze stem. Ja. En waarom Sylvana Simons dan niet? Nou, al die jaren was zij dat allemaal niet aan het doen. Marjolein Moorman deed dat wel. Ja. Zou u op haar kunnen stemmen eigenlijk? Democratisch gezien zeker. Ja. Heb je ooit meegedaan aan dat Tata Steel schaaktoernooi eigenlijk? Want het zou hoog ogen gooien. Ik ben er wel voor uitgenodigd, maar ik heb het tot nu toe niet gedurfd. Goed. Ik ben een hele slechte schaker. Slotvraag. Wat is er waar van het verhaal dat de nieuwe burgemeester van Amsterdam opnieuw van PvdA-huizen is, een vrouw is en luistert naar de naam Jet Bussemaker? Helemaal niets. Zij wordt het niet? Dat weet ik niet, maar nou, dan is er dus misschien toch iets van waar.
Uw verhaal suggereert dat we een nieuwe burgemeester hebben. En volgens mij gaat dat na de raadsverkiezingen gebeuren. En ik hoop dat het iemand is die voor ons allemaal goed gaat zorgen in deze stad. Tot zover. Sven Kokkelman, dames en heren. Deze wil je terugpakken. Jij bent zelf gezenderd. Even wachten. Ik voel me toch altijd een beetje Carrie Tefsen met liefde op het eerste gezicht. Dat was meer voor de oudere. Ja. Normaal zou je eens even zeggen, even naar de reclame en dan vlug weer terug. Maar dat kan ook niet hier. Ja. Gaat u lekker zitten. Als u er klaar voor bent, zijn wij het ook. De tweede, meneer Asscher. Hi. Hi, Lodewijk. Goedemiddag. Hi. Ik moet natuurlijk beginnen met je te complimenteren voor het feit dat je niet helemaal losging eigenlijk net op de vraag van Sven. Over waarom je niet. Jij niet. Je hield je keurig over waarom je niet op mij ging stemmen. Wat is eigenlijk het antwoord op die vraag? Dat heb ik gegeven. Is een betere kandidaat. Het spijt me voor je. Daar verschillen we natuurlijk over van mening. Ja, en dat mag. Ik had eigenlijk om te beginnen, want ik zat me zo voor te bereiden en ik dacht, er zijn een aantal dingen die wij, er zijn heel veel onderwerpen waar wij over zouden kunnen praten. Maar ik dacht, laat ik eens beginnen met die vraag aan jou te stellen. Waarom zit ik niet bij de Partij van de Arbeid? Ja, goeie vraag. Je bent van harte welkom. Maar waarom zit ik er niet, denk jij? Die vraag kan jij beter beantwoorden dan ik. Dan gaan we dat doen. Ik heb een aantal onderwerpen opgeschreven waarvan ik dacht, nou, die zouden wel eens daarmee te maken kunnen hebben. En ik wil het met je hebben over de identiteit van de Partij van de Arbeid. De arbeider, democratie, misschien wel de rol van het kapitaal. Even beginnen met één reden voor mij, privacy. Democratie verdient mondige burgers, anders is het een holle democratie. Geen verdrukking door het kapitaal, geen scheve machtsverhoudingen. Maar in wiens belang is er gehandeld als je zegt dat je als PvdA, de arbeider, de burger, bronbescherming ontneemt. Waardoor bijvoorbeeld klokkenluiders, mensen die machtsmisbruik van grote bedrijven willen melden, zich geremd voelen. Voor welke arbeider kom je dan eigenlijk op? Bronbescherming is beschermd onder artikel 10 van het EVRM. Ja, daar heb je mij niet zo voor nodig. Dat is gelukkig ook goed beschermd. Zeker voor journalisten. Dus ik weet niet precies waar je naartoe wil. Nou, ik wil bijvoorbeeld naar een ander onderwerp waar we op 21 maart over gaan stemmen. De sleepwet. Ja. Ik wil het hebben over Siri. Ik wil het hebben over privacy. En hoe belangrijk dat voor de burger is. En hoe het dan bestaat dat iemand zoals jij eigenlijk vol voor die sleepwet gaat. Ja. Ik ben met je eens, privacy is ongelooflijk belangrijk. Het is een van de redenen dat we een vrije en veilige samenleving hebben. Maar privacy is nooit onbegrensd, nooit onbeperkt. En het is de taak van ons allemaal, en daar is een referendum goed voor, om een balans te vinden. Een balans tussen aan de ene kant het recht dat we allemaal hebben om niet door de overheid bespied te worden, maar ook de noodzaak om de slechterikken aan te pakken. Ik heb waar zit juist die balans over dit onderwerp, dan volgens jou? Want dat is nou juist waar Europees Hof voor de Rechten voor de Mens zich over heeft uitgesproken. Amnesty International zich over uitspreekt. Bits of Freedom zich over uitspreekt. Dat zij zich zo'n zorgen maken dat die balans verdwijnt. Dat ik zie dat er een hele grote woorden over die wet gepraat wordt. En er wordt ook gesuggereerd dat alles van iedereen gevaar loopt. Ik ben het daar niet mee eens. Als je die wet leest en als je ziet wat voor checks en balances er zijn, ook wat voor toezicht er wordt georganiseerd. Beter toezicht op de veiligheidsdiensten dan er vroeger was. En er staat tegenover ook een reële bedreiging. En de kunst is altijd om die bedreiging tegen te gaan. En ik heb inderdaad 5 jaar ook de verantwoordelijkheid gehad om met anderen, met diensten, die bedreiging tegen te gaan. Dus ik ben ervan overtuigd dat het nodig is. En ik vind het ook heel raar dat onder de huidige bevoegdheden je precies hetzelfde wel mag doen op het moment dat het niet kabelgebonden is. Dus dat het door de ether gaat. En dat je het niet zou mogen doen als het wel kamerbonden is. Dus een heel ouderwets technisch onderscheid. En dat wordt met deze wet opgelost. Wie worden er zo bedreigd dan op het moment te zijn? Is dat de burger waar je zorgen over maakt? Ja. Terwijl we natuurlijk tegelijkertijd zien dat die burger de hoogste prijs betaalt om zichzelf dan voor zichzelf beveiligd te zien door die sleepwet. Begrijp ik dat goed?
Nou, de hoogste prijs die we kunnen betalen is ons leven. Dat is de hoogste prijs. En wat de eerste verantwoordelijkheid van de overheid is om dat voor iedereen te beschermen. Maar daar is ook daar geldt geen absolute waarheid in. Dus je kunt niet alle privacy of alle vrijheden beperken, want dan heb je niks meer om voor te leven. We praten niet in extremen van alles of niks. We praten over een wet die je toestaat om daar waar in een wijk één persoon verdacht is, de hele wijk onder de loep te nemen. Is dat flauw? Heeft u de wet gelezen? Nou ja, niet helemaal van A tot Z. Ik ben heel erg druk met alles wat zich in Amsterdam afspeelt op dit moment. Maar ik heb wel van Amnesty, Bits of Freedom en al die organisaties die ik net noemde, Transparency International, begrepen dat er een succesrate is van 0,01%. En als zij het verkeerd hebben, dan, en jij weet het beter, dan hoor ik dat graag. Dus voor mij als argeloze burger, want dat is eigenlijk de stoel waar ik nu op zit, hè, die van de burger, is het gewoon heel moeilijk te rijmen. In de eerste plaats, ik kan hem heel goed respecteren en begrijpen als je het te ver vindt gaan, als je er tegen bent. Dus ik heb ook gezegd, mensen die juist tegen die wetcampagne willen voeren, zijn van harte welkom. Maar ik hoop wel dat het op feiten gebaseerd wordt. En een verhaal, de hele wijk wordt onderzocht omdat er tegen iemand of ding. Dat is onzin. Dat is gewoon onzin. Wat er wel gebeurt, is dat verkeersgegevens kunnen worden onderzocht naar aanleiding en na toezicht en na toestemming in de hoop om iets heel ergs te voorkomen. In de hoop. En vervolgens moet dat vernietigd en kan er achteraf ook door rechten naar gekeken worden. Goed, dan kun je nog steeds vinden dat het te ver gaat, maar ik denk dat die discussie veel genuanceerder is dan als je alleen maar zegt, ja, mensen betalen de hoogste prijs en geven alles op. De hoogste prijs hebben mensen betaald, helaas, in Manchester en Parijs en Brussel, et cetera. Dankjewel. We gaan verder, want de klok is ticking, hè? Het is al even ter sprake gekomen, racisme. Je bent tegen Zwarte Piet. Racisme is ongewenst, dat vindt eigenlijk iedereen. Terwijl, ja, at the same time, het is een groot en systematisch probleem in Nederland. We komen het op veel vlakken tegen. Media, taalgebruik, gekoloniseerd onderwijs. We krijgen eigenlijk het koloniaal denken, het imperialistisch denken met de paplepel ingegoten. Hoe zit het met racisme binnen de Partij van de Arbeid? Racisme binnen de eigen partij. Spreek je daar ook regelmatig tegenuit? Heb je een voorbeeld? Genoeg. Ja, waar zal ik eens beginnen? Bij Spekman, die vond dat je Marokkanen moest vernederen. Bij Samson, die zei dat ze een monopolie hebben op overlast. Bij Rottenberg, Martini, ik kan nog wel even doorgaan. Als we het nou hebben over de vraag, waarom kan ik me niet aansluiten bij een partij als de Partij van de Arbeid? Terwijl we met elkaar eens zijn dat gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid belangrijk is. Hoe spreek jij je uit binnen de partij tegen dit soort dingen? Eerst, je hebt het in je vraagstelling over koloniaal onderwijs. Dat vind ik weer zo'n statement. Ik zie meesters en juffen die ongelooflijk hun best doen om in een multiculturele stad als Amsterdam. Ik heb het ook niet over de meesters en de juffen. Ik heb het over het onderwijssysteem. Ja? En ik heb het over de meesters en de juffen die in dat onderwijssysteem ons kinderen opleiden en geld brengen. Om dat te doen met liefde voor elkaar en respect voor elkaar. Dus ik vind het dat je die mensen tekort doet. Ik heb het niet over die mensen, ik heb het over het systeem. Misschien hebben ze dat zelf niet door als je er zo over praat. Dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Daarom gaat het ook over het systeem. Nou, dan moet je toch beter uitleggen wat het systeem dan hier is. Want ik vind het nogal grote woorden. Okay. Ik zal ook je tweede vraag beantwoorden. Ja, als ik tegenkom dat mensen zich misdragen, dat er voordelen zijn, dan zal ik ze aanspreken. Ik vind het ook verkeerd om aan de hand van een uitspraak of een stuk van een uitspraak, zoals jij nu doet, een opsomming te doen en te zeggen, dus is die partij daarmee niet door. Dat is niet eerlijk. Zo zal ik ook niet omgaan met flarden van uitspraken van jou. Dat is niet wat ik zeg. Ik heb je als eerste vraag gesteld. Kun jij je voorstellen vanwege welke redenen het voor mij moeilijk is om me aan te sluiten bij een partij als de Partij van de Arbeid, daar waar we op ideologische gronden elkaar echt een heel eind tegemoet komen? Een van de vragen die ik daarbij stel is, hoe zit het met deze manier van denken binnen de Partij van de Arbeid? En op welke manier kun jij je daar als partijleider tegen uitspreken? En op welke manieren doe je dat binnen de partij? Ja, maar je zegt deze manier van denken. Wat bedoel je dan met deze manier van denken? Kijk, op het moment dat je mij vraagt voorbeelden te geven en ik geef die voorbeelden en je gaat de voorbeelden daarna dismissen, dan heeft het niet zoveel nut. Ik denk dat we heel goed begrijpen. Of het zijn niet zo goede voorbeelden. Nee, ik denk dat we heel goed begrijpen wat we bedoelen als we het hebben over een manier van denken die rechtvaardigt dat je bijvoorbeeld bevolkingsgroepen op basis van
etniciteit of op basis van kleur of op basis van ideeën alleen al. Bijvoorbeeld het feit dat ze tegen Zwarte Piet zijn. Op een bepaalde manier benoemd, bejegend en behandeld. Ja, maar daar dus ben ik 100% met je eens. Precies. En mijn vraag aan jou is, hoe ga je daar zelf mee om en hoe ruim je dat voor jezelf? Voor mij is dat een van de belangrijkste redenen om in de politiek te zitten. Dat mensen het recht hebben om beoordeeld te worden op wat ze doen, op wat ze kunnen bijdragen. Dat is niet altijd makkelijk. Want het mag er ook niet toe leiden dat mensen niet meer durven te vertellen wat ze vinden. Waar ze bang voor zijn. Ik denk dat dat... Kijk, ik denk dat je best bij ons had gekund. Maar dat jij dit onderwerp zo groot vindt dat het voor jou al het andere overheerst. Ik denk Ga je dat voor mij invullen? Dat vroeg je me aan het begin van ons gesprek. Ja, maar we hebben het nu... Je zegt nu, want en toen wist je het niet, hè? Toen gaf je de vraag terug. Ik wist het wel, alleen ik liet hem jou zelf beantwoorden. Doet er niet toe. Ik beantwoord je de vraag met een aantal wedervragen. En als je nou zegt, je maakt dit onderwerp zo groot... Dan geef je dan aan dat het eigenlijk niet zo groot is voor jou? Nee, dat is heel flauw. Nee, ik vraag het. Ja. Nee, dat is absoluut niet wat ik zeg. Ik vind het ongelooflijk groot. Ik vind alleen dat je moet oppassen... dat je niet uit angst voor de beschuldiging van racisme dingen niet meer durft te bespreken. Hmm. En dat is wel heel vaak gebeurd, ook onder de Partij van de Arbeid. En ik denk dat doorgeslagen politiek correct zijn ook een groot gevaar is dat de vrijheid van het debat kan beperken. Tegelijkertijd voel ik een grote verplichting om in hoe ik me uit, over hoe ik spreek, over hoe ik andere mensen bejegen, juist de grootste mate van respect te betrachten. Ja. Ik had het nog met je willen hebben over bijvoorbeeld hoe de Partij van de Arbeid is omgegaan met, want we hebben het over arbeiders, met sekswerkers. Je hebt als wethouder in deze stad je hard gemaakt, zeg je, voor sekswerkers. Onder andere door de wallen te hervormen, project 1012 van start te laten gaan. Wat mij daarbij opviel, is dat eigenlijk iedereen aan bod is gekomen bij die plannen, behalve de sekswerkers. En als ik de sekswerkers spreek, dan zeggen ze, alles dat je voor mij beslist zonder mij, is eigenlijk tegen mij. Je hebt je zo opgeworpen als reddende engel. Waar waren de sekswerkers zelf in het verhaal? Nou, we hebben gelukkig ook een zorgcentrum opgericht. Dat zich specifiek richtte op de sekswerkers. Waar ze niet alleen... Maar de wallen zijn er niet beter van geworden. Het werk is gevaarlijker geworden, onzekerder geworden. Ja, de tijd dringt een beetje. Dus ik moet je altijd lastig in een interview als je een vraag stelt. Ik moet je altijd haasten. En iemand wil antwoorden. Op de vraag. Ja, nou de vraag was, wat heb je gedaan voor die sekswerkers? En dat ging je vertellen. Een zorgcentrum. We hebben daar een zorgcentrum waar ze niet alleen medische zorg kregen, maar ook hun verhaal kwijt konden. Waar ze anoniem aangifte konden doen tegen hun pooiers of tegen anderen die ze bedreigden. En dat was heel belangrijk en dat werd ook heel erg gewaardeerd. Zijn daarmee alle problemen opgelost? Nee, daar is de criminaliteit die gepaard gaat met prostitutie veel te heftig voor. Goed, dan even van sekswerkers naar flexwerkers. Heel snel, want we hebben nog 20 seconden. Wat ga je doen voor de flexwerkers? 1,9 miljoen flexcontracten. 50% van de jongeren kan niet rondkomen met het geld dat zij verdienen. Ja. Ze hebben haast. Ja, ik ben van mening dat we ondanks het feit dat bedrijven zichzelf vaak in een soort slachtofferrol wentelen... het nodig is dat weer veel meer mensen een vast contract krijgen. Dat je zeker bent van vast werk. En ik vind dat onzin dat jongeren dat niet zouden willen. Die geven met scores van boven de 90% aan dat ze dat ook willen. En ik vind dat ze het verdienen. Ik moet hier onderbreken, want de tijd is op. Dames en heren, Sylvana Simons. Dank je wel. Dank je wel. Over de helft zeggen we er altijd erbij. Ik heb mijn telefoon laten. Ah, niet onbelangrijk. Telefoon. Het is een gamechanger in de campagne, dames en heren. We zijn over de helft, meneer Ascher. Ja. 12 minuten gaan. We gaan de laatste naar voren toe halen. Daar komt hij aan. Hey. Hi. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je ontzettend zin hebt om een vraag te stellen. Ja. Wat zou je me willen vragen? Hoe is het met je? Hoe is het met je? Ja, daar kom je niet mee weg. Het gaat goed hoor. Maar de laatste keer dat we elkaar spraken ging het over Groningen. Zeker. En nou, er is in die tussentijd iets gebeurd. Wel aardig. Ik wou het overigens niet over Groningen hebben. Ik wou beginnen aan je te vragen, wat denk jij dat de meeste mensen willen?
veilig zijn en vrij zijn? Veilig en vrij. Is de politiek in staat om de mens, om de meeste mensen zich veilig en vrij te laten voelen? Nee. Niet. Waarom ben je dan politicus? Omdat je wel een eind in de buurt kan komen. Ja, en dus je, goed, je gaat niet voor de perfectie. Nou, ik denk dat je veilig en vrij voelt dankzij je familie en dankzij je vrienden. En dat de politiek in je dagelijks leven helemaal niet die grote rol speelt. Maar ik denk wel dat de politiek kan helpen een samenleving zo in te richten dat je met je familie en je vrienden en je werk zo veilig en vrij mogelijk kan zijn. Dus ik vind veilig en vrij zijn natuurlijk hele mooie en ruime en arbitraire termen. Want de een kan zich vrij voelen in een cel van 4x4x4. En de andere kan zich gevangen voelen in een ruimte van ik weet niet wat. Ja. Hoe moet je als politicus kiezen voor begrippen als vrijheid en veiligheid? Want daar, dat is natuurlijk enorm gevaarlijk. Hè? We hebben op dit moment de zogenaamde politieke correctheid is een van die problemen vanuit alt-right, zal ik maar zeggen. En de Partij van de Arbeid heeft nog geen antwoord op die ontwikkeling. Die mensen hebben het over veiligheid en vrijheid. Die betekent automatisch dat daardoor anderen minder veilig en minder vrij zijn. Hoe kun jij als politicus ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich zo groot mogelijk veilig en zo ruim mogelijk vrij voelen? Wat heeft de Partij van de Arbeid, heeft links, heeft de sociaaldemocratie nog steeds antwoorden op die vragen? Ik denk dat je daar precies de strijd tussen twee ideologieën of twee ideeën tegenkomt. Rechts is van oudsher van mening dat de overheid het probleem is en dat je pas vrij bent en ook vaak pas veilig als de overheid zo klein mogelijk is en als andere mensen hun bek houden. Ik vat het even kort samen, ja, vanwege de tijd. Links heeft als idee altijd gehad dat je als individu vrijer en veiliger bent als je collectief probeert te regelen. Bijvoorbeeld dat je, als je ziek bent, iemand voor je zorgt, dat er onderwijs is waar je niet voor betaalt. Ik denk dat juist in deze tijd ultiem belangrijk is. Ja. Alleen, wat gebeurt er? En daar gaat het natuurlijk vaak mis. Een kabinet, zomaar een willekeurig kabinet, komt. Er is heel veel geld om te investeren. Ze steken in het afschaffen van die dividendbelasting. Mensen worden boos en zeggen, ja, maar de Koentunnel moet Koentunnel heten. Dat is wat er gebeurt. En dan rennen we daar met z'n allen achteraan. Ja, en dan is het mij. Goed, ik moet het even verwerken, want je was net heel handig in het ontmaskeren van bepaalde vragen. Maar ja, nu stel je mij ook weer voor iets waarvan je denkt, waarom trek je die maar combinatie? Maar dat is jouw pech. Ik word altijd, hoe langer het duurt, hoe beter. Oké. Ja, dat is bij mij precies het omgekeerde. Martijn! Waar ik naartoe wil is waarom zeg maar het electoraat zich veiliger en vrijer voelt bij de ideeën van die overheid. Maar niet alleen de overheid is de schuld van hun onvrijheid. Het vervelende is dat bij hun per definitie de ander de schuld is, ja, van hun onvrijheid. En dat dus de taak van laten we zeggen, de linkse, of de sociaaldemocratie, van de linkse kant van het politiek spectrum, is om juist aan te geven, wij zijn allemaal, niet alleen ik, maar we zijn ook de ander. Ja. En dat je daarom zegt, leg de schuld niet bij de ander, maar kijk ook even naar jezelf. Ja. Nou, ik denk dat links daarin gebreken is gebleven. Ja, maar kunnen we meteen, voordat je dat gaat uitleggen, kun je ook meteen de vinger op de zere plek leggen. Want ik heb zo het idee, op een zeker moment heeft de Partij van de Arbeid gezegd, wij gaan onze ideologische veren loslaten. De Partij van de Arbeid heeft
de volksverheffing losgelaten in grote lijnen. Volgens mij allemaal echt historische vergissingen, waardoor je nu met de gebakken peren zit, omdat je nu niet meer kunt zeggen vanuit dit ideaal zijn wij aan het werk. Je bent volkomen, net als alle anderen, opportunistisch bezig van de ene kant, van de ene bult naar de andere springen. Daardoor ben je op een gegeven moment in de regering met de VVD gekomen, wat ook volkomen niet is uit te leggen. En dus de vervreemding neemt toe. Wat is nou het keerpunt? Jij bent politiek leider. Dat schip moet wenden en we moeten weer naar, ja, dat we er lol in hebben om bij de Partij van de Arbeid te horen, in plaats van dat we bij een stelletje losers zitten opgescheept. Ja, dat is een grote stap. Ja, maar geef... We komen uit een situatie waarbij mensen dat met een bezwaard gemoed aan elkaar opbiechten op een verjaardagspartij. Ik zou inderdaad fijn vinden als mensen er trots op zijn. Dat ze wel zo. Tuurlijk. Daarom dacht ik, jouw eerste vraag aan mij is: wat moeten we met de Partij van de Arbeid aan? En dan had ik je een klein klip en klare antwoord gegeven. Maar ja, geef nou eens een breed visionair beeld van dit gaan we met de partij doen en we gaan de cultuur herstellen, we gaan de publieke omroep groot en sterk maken en we gaan de burger mondig maken, we gaan 40 miljard bij de zorg weghalen en in onderwijs stoppen, we gaan daar ben je niet zo voor? Nee, daar ben ik niet voor. Waarom niet? Het is even 20 jaar pijn lijden, maar dan ben je er wel doorheen. Ja, I doubt it. Nee. Denk je niet dat als wij als kind beter weten hoe we in elkaar zitten en wat we met ons leven moeten en hoe we onszelf moeten verzorgen, dat we dat uiteindelijk in de zorg kunnen uitsparen? Nou, we worden daarnaast ook allemaal veel ouder en we kunnen veel meer met de zorg. En dat vind ik ook goed besteed geld. En dat betekent dat we mensen levenskwaliteit kunnen geven die anders lang dood waren geweest. Dat vind ik heel erg de moeite. Ik denk niet dat de zorg in de eerste plaats, dat ouder worden is een extra zorg. Maar het gaat er juist om dat je probeert, net zoals we ooit met tanden poetsen, dat kregen wij op de lagere school. Nou, dat was een enorme vooruitgang, maar je zou nu het hele lichaam en de hele geest op dat tandenpoetsniveau moeten krijgen. Dat je bewust bent. Dat zou de Partij van de Arbeid op zich moeten nemen. Ja. Nou, weet je, de slogan 40 miljard weg bij de zorg, laat ik nog heel even een andere. Maar wat ik met je eens ben, zonder ideologie heeft politiek voor mij geen zin. En dus het is niet de wedstrijd wie de beste manager is van de koekjesfabriek. Wie het meest opportunistisch kan reageren op een opiniepeiling. Politiek gaat wel degelijk over je visie op de samenleving en de strijd met mensen die dat anders zien. En dat heeft consequenties. Dat is niet gratis, dat heeft consequenties. En die consequenties moeten zichtbaar zijn. Het tweede is, vervolgens sta je voor inderdaad, en daarom is het zorgvoorbeeld, en nu dan? Want het gratis is het allemaal niet. Dan moet je keuzes maken. Ik zou niet zeggen, haal 40 miljard weg bij de zorg. Ik zou wel zeggen, de bedrijven die in dit land zo groot zijn en zo bekwaam zijn in zich beklagen over hoe vreselijk het hier is, die moeten gewoon meebetalen. We zijn terechtgekomen in een situatie waarbij kapitaal amper belast wordt en arbeid heel zwaar belast. Dat is geen nieuw thema. Daar zijn we altijd tegen. Maar die, als je dat die man, anders sorry doet, dat ik je onderbreek. Is er geld voor onderwijs? Ik heb nog 2,5 minuut. Het, wat je zegt, dat kun je blijven zeggen, maar als niet in de kiem bij mensen een bewustzijn gelegd wordt hoe we met de wereld om moeten gaan, hoe we met ons eigen lichaam om moeten gaan, hoe we met elkaar om moeten gaan, dan kom je als je 30 bent nergens meer. Want dan is dat rare gedoe ingesleten van ja, geld moet rollen, al die factoren. We moeten ons ergens van bewust worden. Als we een mentaliteit willen veranderen, als we begrippen als racisme en seksisme, als we die willen overwinnen, dat moeten we dan aanpakken als we mens beginnen te worden. Dat is op ons vierde. En daar, ja, daar is geen antwoord op. We beginnen altijd te redeneren, net als bij de zorg, op het moment dat het probleem er is. Te laat. We moeten preventief zijn. Ja. Dus waarom is de Partij van de Arbeid niet vol op cultuur en vol op onderwijs? Nou, ik zou je ik heb twee. Wij zijn nu een kleinere fractie, iets kleiner dan vroeger. Dat betekent dat je ook woordvoerderschappen doet. Ik heb er twee gekozen. Europa en cultuur.
Europa, omdat onze toekomst veilig is als we op een goede manier Europa vormgeven. Als het eerlijker wordt, als mensen er trots op zijn, als daar belasting gegeven wordt waar dat moet. En cultuur, omdat ik erin geloof dat mensen elkaar iets mooiers kunnen geven dan alleen maar elkaars buurman zijn. Dat je mooie dingen kan laten zien. Als je de ander altijd als een probleem ziet, dan zul je vanzelf uiteindelijk angstig worden, je terugtrekken en dingen alleen gaan doen. Als je ziet dat een ander jou iets kan geven en dat je in een samenleving, als je samenwerkt, als je samen dingen doet, verder komt, heb je een mooier leven. Okay. Dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat. Ga met een werkgroep aan de slag en zorg dat er een idee komt over wat de Partij van de Arbeid onder cultuur verstaat en hoe ze dat willen realiseren. Nou, daar wil ik je heel graag over vertellen. En het is nu geen maar tijd. Ik zal één voorbeeld geven. Eén voorbeeld. Ja. Er wordt niet zo vaak over cultuur gedebatteerd. Er is één debat geweest. Ik heb daar één voorstel gedaan. Niemand weet het, maar ik vind het wel heel belangrijk. Dat is muziek in iedere klas van de basisschool. Waarom? Omdat er een paar kinderen zijn die nu muziekles krijgen, maar heel veel niet. Als je muziek terugbrengt in de klas, gebeurt er iets in de hersens, gebeurt iets in de ziel, gebeurt iets in het hart. Geen groot sexy onderwerp, maar waanzinnig belangrijk. Nee, het wordt veel aangedaan hoor, ik zit toevallig zelf. Er wordt veel aangedaan, maar er zijn heel veel basisscholen waar het niet gebeurt. Nee, nee. En dat moet wel. Ja, zeker. Maar dat moet wel. Gymnastiek moet ook. Dus stem Partij van de Arbeid. Nee, maar je hebt volkomen gelijk. Ja, ja, ik moet streng zijn. Geef de jonge dames en heren! Alle twee. Meneer Asje naar deze bank, daar in de hoek. Freek de jongen daar op die bank. Ja, meneer de jongen, aan het begin stelde ik u de vraag hoe ik uw interviewstijl moest typeren. Ik ben er nog steeds niet helemaal over uit. Nee. Het is nog even zoeken. Ik ook niet. Meneer Asje, het zit erop. Ja. En? Want Sven Kokkeman was natuurlijk wel aardig, hè? Die had u nog genoemd in het vorige gesprek. Ja, dat hadden we afgesproken, hè? Ja. Even, we gaan natuurlijk niet inhoudelijk de interviews nadoen. Het is echt de voetbalnabeschouwing van de drie interviews. Ik begin even bij jou, Sven. Je had natuurlijk een moeilijk moment. Is dat hij na anderhalve minuut zei, ik ga hier niemand de schuld van geven. En toen moest je interview nog beginnen. Ja, dat had ik natuurlijk ook wel verwacht dat hij dat zou gaan zeggen. Ik heb overigens glansrijk verloren. Waar zit hem dat in? Nou, omdat ik hem maar... Uiteindelijk... denk ik dat iedereen wel begrijpt dat hij er ongelooflijk van baalt. Ja. En ik geloof echt niet dat hij die partijvoorzitter nou voor rotte vis gaat zitten uitmaken in zo'n gesprek. Maar iets meer had ik wel verwacht. Ja. Maar ik ken hem ook als iemand die altijd netjes is naar mensen toe. En niet zo snel zich negatief uitlaat over anderen. Maar ik denk zelf gezien de ongelukkige samenloop van de omstandigheden rondom deze kwestie, zal ik maar zeggen, was dat een geloofwaardig antwoord geweest. Maar als je van jezelf concludeert, ik heb verloren, dus vanuit het wedstrijdelement, waar zit hem dat in voor jou? Omdat ik hem niet heb kunnen verleiden tot het doen van een kwalificatie of een uitspraak en over... En als je dan naar je eigen manier van werken kijkt, heb je dan zit het in je aanpak, in je tactiek? Waar zit ik denk, nou, als ik hem had gevraagd, wat vond u van het optreden van de partijvoorzitter, dan was sowieso, waren we 10 minuten verder geweest. Ja. Klopt, hè? De 8 dan. Maar... Jij stelde de vraag, ga je iedere vraag beantwoorden? Nee. Daarvoor nog? Dat was helemaal in het begin. Ja. Ik dacht, ja, waarom zou ik dat eigenlijk doen? Nee, ik voel... Even de microfoon ietsje los van de wang. Staat u nog steeds voor het eerlijke verhaal? Zei, ja, maar dat betekent... Maar, je zei zelf, maar dat betekent niet dat ik elke vraag ga beantwoorden, volgens mij. Ja. Dus volgens mij op dat moment hadden we beter kunnen gaan praten over iets interessants. Ja, want dan, zeg maar het wedstrijdelement, ik voel mij niet verplicht om nu een 1-0-1'tje te scoren of om iets onaardigs over een ander te zeggen. Maar dat was daar ook niet de bedoeling. De bedoeling was serieus. Ja, dan gaat er één uit en dan gaat die aan. Heel goed. Gaat goed zo. Oké, kijk, jullie partij heeft natuurlijk een zekere traditie dat zodra het weer een klein beetje beter gaat, dat er altijd wel weer mensen zijn die de zaak komen saboteren. Zeker. En vaak zijn dat partijvoorzitters. Maar... Nou ja, heel veel mensen gaat wel eens fietsen. Nee, ik moet je onderbreken. We gaan niet inhoudelijk naspreken. Ik wil toch nog even een ander element. Nee, maar ik wil even... mijn punt is dus, het gaat mij niet om het wedstrijdelement, hoewel het leuk is om naar te kijken misschien. Maar het gaat mij echt om het inhoudelijke punt. Namelijk dat je er eigenlijk nog weinig over hebt gezegd, behalve een hele algemene verklaring. En dat was wel mijn bedoeling, om daar iets meer tekst en uitleg bij te krijgen. Dat gaan we niet nu inhoudelijk, maar dat is belangrijk om die opzet even te weten.
Het andere punt is jij gedijt natuurlijk het beste ook als er ook een letterlijk geladen spanning ontstaat. Hè? Met die oogopslag van je, met die... En wat... Ja, daar hebben we je voor gevraagd. En je levert wat we je voor gevraagd hebben. Voor mijn ogen. Het punt is dus, wat ik opvallend vond qua lichaamstaal, is dat jij vrij vroeg al begon te lachen terug. Dus voor iemand die een geladen spanning wil optuigen, is het buitengewoon vervelend als iemand daar heel ontspannend... Nee? Nee, nou vind ik niet. Nee. Oké. Okay. Nee, want ik probeer geen geladen spanning op te tuigen. Het is wel... kijk, mijn rol is het controleren of iemand de waarheid spreekt. Of iemand, een politicus in dit geval, een eerlijke uitspraak ontlokken die hij misschien zelf liever niet geeft. Maar wel eerlijk is. Dat is mijn rol. Dus het maakt jou niet uit dat als hij jou vaak kritische vragen dan vaak met een glimlach beantwoordt? Nee, sterker nog, dat deed hij gewoon buitengewoon vakkundig. Want daarmee ontwapent hij mij voor mij. Precies het punt wat ik nou aan jou wil terugvragen. Ben je je bewust en spreek je tactisch, strategisch het bewust in, de glimlach? Ja. Ja. Ik zei, dat is dus echt toeval, dat ik het meestal heel leuke gesprekken vind. En ik vind het heel geestig dat je wordt in zo'n val gelokt. Hè? Sta je voor het eerlijke verhaal, ga je gewoon een antwoord geven. En dan komen er altijd eerst een paar dingen waar je heel makkelijk ja op kan zeggen. En dan komt er één waar je misschien wel ja op zou willen zeggen, maar waarbij je dat toch niet moet doen. Want dan weet je al waar die naartoe wil. Ik moet daar ontzettend om lachen, want dat vind ik, dat is vakwerk. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan ook met beide benen in die put moet gaan springen. Zou wel fijn zijn af en toe. Fijn. Dankjewel Sven. Ik ga naar Sylvana Simons. Ik zag wel enige verrassing op je gezicht toen ze in de hoek kwam. Hè? Ja, zeker. Ja, ja. Sylvana, even. Je had een heleboel onderwerpen. Ja. Begon even met de privacy. Ja. Daar zat volgens mij een cruciaal moment in. Wat viel jou op? Mij zat het moment in dat hij aan jou vroeg, heeft u de wet gelezen? Ja. Want toen u daar zei, nou ja, ik ben ook nog druk met allerlei andere dingen, dan dat draaide de verhoudingen in het gesprek. Ja. Nou, wat ik heel knap vond, maar dat is natuurlijk gewoon ervaring van Lodewijk, is dat hij eigenlijk bij alle drie de interviews zijn tactiek van lekker rustig antwoorden, even nadenken en de interviewer uitdagen om ellenlange vragen te stellen. Dat heeft heel goed gewerkt. Wat ik zelf jammer vond, was de zelfreflectie die ik eigenlijk zocht, in mijn eerste vraag vooral. Die vond ik wel bij Freek. Die kreeg ik niet per se. Ik had iets meer daarvan willen hebben. En dat moment... Ik heb het zelf wel ervaren, maar ik had het niet het idee dat het de rest van het interview kleurde, gelukkig. Okay. Een ander moment is, volgens mij iets waar jij zelf vaak mee te maken hebt. En volgens mij was iets wat jij vaak mee te maken hebt, zet je ook in. Dat is eigenlijk in een vraag een aantal aannames parkeren. Dat als iemand die aannames niet ontrafelt, lijkt hij er stilzwijgend mee akkoord te gaan. Dat mooie voorbeeld was bij het koloniaal lesgeven. Die gebruikte je in een aanname naar een vraag, maar in plaats dat hij antwoord gaf op de vraag, ging hij naar de demontage van die aanname. Mm-hmm. Nou ja, het is natuurlijk, je kunt het een aanname noemen, maar ik noem het dit in dit geval liever een stelling. Het is heel duidelijk dat wat mij betreft het onderwijs gedecoloniseerd moet worden. Dat wil niet zeggen dat elke juf of meester heel bewust daar kinderen staat te indoctrineren, maar waar we het ook over gehad hebben gelukkig, is het systeem dat bepaalde overtuigingen, en daar had Freek het ook over, maar dan als het gaat over gezondheid en hoe met elkaar en met jezelf te leven. Volgens mij zijn we het daarover eens. En eigenlijk had ik het heel fijn gevonden als we inderdaad meer op basis van gelijkwaardigheid tegen elkaar hadden kunnen zeggen dat wat bij Freek wel werd uitgesproken. Ja, we hebben toch hier en daar echt wel wat steekjes laten vallen. Maar dan ga ik nu natuurlijk naar de heer Asscher toe. Mist u de basis van gelijkwaardigheid in het gesprek? Zie je, nou doe jij dat dus ook, hè? Nee, ik stel een open vraag nu, hè? Ik zeg dat niet, hè? Ik ga maar een open vraag, zonder aanname. Ja. Mist u de basis van gelijkwaardigheid in het gesprek? U, je hebt het tegen mij? Je, ja. Ah, sorry. Nee, dat zeg ik niet. Nee. Oké. Okay. Nu, Asscher. Het was een gesprek waar verschillende punten werden aangeraakt. Het was, als ik het zo keek op het scherm hier, een paar keer ook een kleine irritatie waarneembaar. Mag ik het zo samenvatten? Gelukkig. Ja? Ja. Waar zit hem dat in? Nou, kijk, Sylvana is natuurlijk geen interviewer, maar een kandidaat. En dat... Met interviewervaring, zeg ik erbij. Zeker, nee. Professioneel interview, maar zij is nu vooral kandidaat. Dat vertelde je ook. Ik ben nu niet bezig met wetten. En dat geeft natuurlijk een hele andere rol. Dus als je zegt, ik had toch wel een leuk zelfreflectief gesprek gewild. Zij is een kandidaat. Dus dan krijg je een heel raar soort gesprek. Het is niet, weet je... Als ik Mark Rutte mag interviewen, zeg maar, voor de Kamerverkiezingen... Dan zal hij het ook
apart vinden dat ik de vragen stel. Dus dat speelt dan een rol bij het gesprek met Sylvana. Schakel je ook heel snel dat je denkt, hey, in plaats van nu een interview is dit ook gewoon een campagnemoment en ik moet mijn kans te baat nemen om hier mijn partij even wellicht dus te kosten. Wat ik heel leuk vind, is dat ik op de vraag van Sven over Sylvana, waarom zou je niet op haar stemmen? Ik heb inderdaad niks negatiefs over jou gezegd, want ik vind dat ook helemaal niet nergens goed voor is. Maar vertelt waarom ik Marjolein Moorman van de Partij van de Arbeid goed vind. Dat is achteraf, is dat heel goed, want dan hoefde ik dat daarna niet meer te doen. Nou, ik Nou, ik heb dat zeker gewaardeerd en ik lees daar natuurlijk ook in. En dat is, ik heb een prima relatie met de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Zowel met Marjolein Moorman als hoe oppervlakkig ook met Lodewijk Asscher. Ik denk... Auw. Als je een diepgaande relatie wil, moeten we dat niet hier zo... Maar ik heb daar zelf, hoor ik daarin. En dat ik had dat ook heel graag hardop uitgesproken gezien. Dat zal ik niet ontkennen. Vooral ook begrip voor het feit dat wij bestaan en meedoen. En nou goed, op basis daarvan had ik natuurlijk ook graag het gesprek willen voeren. Ja, dankjewel. Frik. Mag ik even, misschien een beetje persoonlijk aan. Vind jij een stilte in een gesprek? Word je daar heel onrustig van? Dat is een oprechte vraag. Want je raakt namelijk... Als je maar 12 minuten hebt, dan telt elke seconde, toch? Jawel, maar je had natuurlijk een paar keer dat je natuurlijk een buitengewoon spannend een onderwerp aanvloog. Ja. En dat er wel een soort gretigheid in de zaal stond, benieuwd naar het antwoord. Maar dat... Liet ik niet toe. Nou, het, als daar iets van een gedachte even 2 seconden was, dan was jij al door naar het volgende. Laat maar zeggen. Ja, nou ja, ik beantwoord natuurlijk al heel veel vragen zelf in mijn hoofd. Ja. Ik had ook het gevoel dat ik te veel tijd in beslag nam. En dan, op die manier maak je wel het meeste van je leven, hoor. Ja. Maar ik wil de kans ook aangrijpen natuurlijk om... Ik ben echt uit op... kun je die partij weer schoen geven? Ja. Nou ja, dat was eigenlijk het enige objectief. En als je op die grote vraag die in allerlei verschillende gedaanse vormen langskwam, heb je daar een antwoord op? Nou, ik heb het idee, ik ben niet tevreden daarover. Nee. Nee, zoals over je eigen antwoord? Of nee. Nee, ik merk nog steeds niet die grote bezieling waarvan ik denk, nu gaan we... we gaan er niet inhoudelijk over praten. Nee. Maar ik begrijp waarom mensen hun schouders erover ophalen en denken van, nou ja... Laat maar lekker meekabbelen, maar we hoeven niet meer te verwachten dat weer... Ik begrijp dat u met deze opmerking nog een reactie uit wil. Nee. Ik heb... dat is natuurlijk ook... maar goed, daar hadden we het van tevoren even over. In onze samenleving, de manier waarop wij met elkaar omgaan... zijn we altijd toch weer keurig en vriendelijk tegenover elkaar. En er ontstaat enige irritatie, maar... We maken nu voor het eerst in Amerika mee dat iemand die daar de president is, dat is een klootzak. En hij vindt het helemaal niet erg om een klootzak te zijn. En ja, dat vinden wij zo weinig terug in onze politiek. He, dat je ergens voor staat, dat ga ik doorvoeren ten koste van mijn aardigheid of wie ik ben. En nou ja, daar was ik ook een beetje op uit. Nou, mag ik heel kort... Laatste afrondende opmerking. Heel kort. Nou, dat vind ik wel jammer. Dat belangrijke zaken... Kijk, wanneer je gaat voor een spelelement of een win of verlies of de krantenkop van morgen of sensatie, dat gebeurt veel te vaak. Wat ik jammer vind is dat we niet gewoon echt de issues at hand, de onderwerpen die er te doen, vluchtelingen, dat zijn mensen. In deze stad lopen ongedocumenteerde mensen van opvangplek naar opvang. Nee, maar dat is belangrijk. Zeker. Dat is wel waar het over gaat. En dat begrijp ik. Maar het punt is, anders moeten we ons Harry Mens tarief gaan loslaten op dit programma. Dus wij moeten hier nu, want dit is een nabeschouwing. Misschien toch even iets kijk. De nabeschouwing. Ja. 1 opmerking. Gaat u gang. Nee, ik wil graag reageren op wat Freek zegt. Want het is ook wel, als je links ook
bij de schroothoop wil zeggen, dan moet je zeggen, ik ga nu een vraag stellen. Vind je niet dat het jammer is dat de ideologie verdwenen is? En voordat iemand antwoord geeft, maak je eigen monoloog en zeg je, nou, het antwoord viel me tegen. Ja, dat is op die manier, eindig je vanzelf met Trump. Dan ben ik echt, we moeten de politiek, ja, ik ga netjes met mensen om. Dus als ik jou zie, dan vraag ik hoe het met je gaat. Ja. Lijkt mij een waarde in de politiek. Mensen die normaal en fatsoenlijk met elkaar omgaan. Maar als je een vraag stelt en je wilt antwoord niet weten, zeg dat er dan bij. En ik vind het heel erg, weet je, politiek als entertainment of als gimmick worden, dat als je een vraag stelt en je geeft iemand geen gelegenheid tot antwoorden, wat niet erg is, kan ik prima omgaan. Weet je, dan daarna zegt, ik heb geen antwoord gehad, ik mis de bezieling, ja, de groeten. Ik ga ook niet naar het cabaret. Ik luister niet naar je grappen. Ik moet je eerlijk zeggen. Aan het einde zeg ik, heb eigenlijk niet gelachen. Geen enkel moment. Ja, dat werkt niet zo. Enkel moment het gevoel dat ik je niet heb laten antwoorden, hoor. Nou. Ja. Dat is zo, hè? Dames en heren, ik voel al de echte nazit opkomen. Warm applaus, Savannah Simons, Freek de Jonge, Sven Kokkelman en natuurlijk onze gast Lodewijk Asscher. Dank jullie wel. Dank u allen hartelijk. Ik had u heel graag nu meteen een lijst willen geven van allerlei namen die we al geboekt hebben. Het enige wat ik u wel kan zeggen zonder een datum bij te geven. Gordon heeft gezegd dat hij meedoet. Ik heb alleen nog geen datum. Goed dat u er was. Tot de volgende keer.